We hebben 31 jaar voor die transitie. We hebben 11 jaar tot 2030. Maar er komt nu een CO2-boete. Maar dan moet je daarna mensen ook wel iedere keer de bouwtekeningen laten zien en zeggen dat we er ook heel veel tijd voor nemen. Die dividendbelasting afschaffen, zouden we dit niet doen. En dat geloof ik tot in mijn diepste vezels. Serieus? Is dit het antwoord? Over het kinderpardon, de regeling zoals die thans is, in haar huidige vorm blijft. Lily en Howick zijn bang en verdrietig. Ondertussen worden er nog steeds gezinnen met kinderen uitgezet. Ja, dus? Is de premier het met mij eens dat als het om kinderen gaat, hun rechten altijd voorrang moeten hebben? Veel kritiek op die maatregel, het afschaffen van de dividendbelasting. Er zit toch een zwakte in de argumentatie omdat ze het effect niet kunnen aantonen. En de oppositie zal echt op die zwakte blijven hameren de komende tijd. Er is helemaal niemand meer voor het afschaffen van de dividendbelasting. Ondanks de regen waren in Amsterdam vandaag tienduizenden mensen op de been voor de klimaatmars. Dat er nu iets gebeurt. Ja, de cijfers liggen er niet om. Dus hoe langer je wacht, hoe ellendiger het wordt. We moeten klimaatverandering aanpakken. En vandaag zijn we echt met 10.000 mensen. Het is hier echt episch. Het is onze toekomst. Opluchting en blijdschap bij de kinderen en de ouders die het aangaat. Er is een akkoord over het kinderpardon. We hebben besloten om niet door te gaan met het afschaffen van de dividendbelasting. En dat betekent dat ik ook hier nu al wil uitspreken dat we de belasting voor bedrijven gaan verhogen. En de volgende daar waar u op gaat draaien is Vliegveld Lelystad. Het groot. Mark my word.